Mijn naam is Herbert Zwijts. Ik ben geboren in 1928 in Enschede. Heb na de oorlog textielschool gedaan en ben vanaf 1952 werkzaam geweest in ons bedrijf in Oldenzaal. Ik was de vierde generatie. Het bedrijf is in 1835 door mijn overgrootvader opgericht. En ik ben daar tot mijn pensionering in 1992 werkzaam geweest. Daarna heb ik het bedrijf overgedragen aan mijn zoon Ronald. En sinds enkele maanden is ook zijn zoon Roderick in het bedrijf werkzaam als zesde generatie. Mijn ouders waren bevriend met de ouders van Henk van Gelderen. Dus ik kende Henk goed. Maar onze vriendschap is pas ontstaan na 1951. Het toeval wilde ik dat ik in die tijd in New York werkte. Ik heb een jaar in een Amerikaanse textielfabriek gewerkt. En het verblijf in Amerika afgesloten met een verblijf in New York, waar ik op een handelskantoor werkte. En mijn moeder hoorde van Henks moeder dat Henk zakelijk naar New York zou gaan. En mijn moeder vroeg, wil hij iets meenemen? Ik was toen al bijna anderhalf jaar van huis. En ik weet niet meer wat het was, maar ik denk dat het hagelslag of drop geweest is. Dus ik kreeg een telefoontje van Henk. Ik ben in New York, kunnen we elkaar ontmoeten? En dat hebben we gedaan. En in die week, het is dus de week van 5 november geweest, werd hij 30 jaar. En hij zei, ik heb kaartjes gekregen voor een musical van de revival van Judy Garland. Dat was een beroemde ster geweest, een zangeres en danseres, die aan de drank en aan de drugs was geraakt en die haar revival maakte. Hij hoorde dat en ging naar de Schouwburg op Fifth Avenue om een paar kaartjes te krijgen, waarop hij door de receptioniste werd uitgelachen en gezegd, meneer, komt u over 6 maanden maar terug, want wij zijn solidly booked voor die avond dat u wilde van 5 november. En toen zei hij, ja, maar ik ben hier met een paar vrienden en is er niet iets te regelen, waarop zij zei, nou, ik zal de directeur vragen of hij bereid is zijn loge ter beschikking te stellen. En wij zaten toen met nog een bevriend echtpaar, vrienden van Henk, die ook in New York werkten, op de eregalerij in dat theater en hebben de show van Judy Garland gezien. En toen is onze vriendschap echt pas goed tot ontwikkeling gekomen en heb ik geen verjaardag van hem meer gemist. En wij zagen elkaar ook tussentijds nog wel eens, ja, woonden allebei in Enschede en waren dus bevriend. Henk van Gelderen was geboren op 5 november 1921. Hij was 7 jaar ouder. Wij zijn pas na de oorlog goede vrienden geworden, maar ik kende hem wel, want onze ouders waren bevriend. In de oorlogsjaren studeerde hij in Amsterdam, als ik me goed herinner, economie. En is hij door toevallige omstandigheden in het verzet terechtgekomen door vriendschappen die hij had aangeknoopt met bekenden van hem. Hij is heel erg betrokken geweest bij het vervalsen van persoonsbewijzen. Hij was klein, hij had een vals persoonsbewijs en hij liep in een korte broek rond om jonger te doen blijken dan hij in werkelijkheid was, om niet het risico te lopen opgepakt te worden als je boven de 18 was, wat hij natuurlijk wel was, maar wat hij aardig kon verdoezelen. Henk van Gelderen is, nadat hij zijn studie in Amsterdam had afgemaakt, in de fabriek gekomen in de naoorlogse jaren en is zijn vader, Lo van Gelderen, opgevolgd als directeur van de Nijverheid. De Nijverheid
was gevestigd in de binnenstad van Enschede op de plek waar nu het politiebureau is. Iedere textielfabriek heeft een monsterkamer waar monsters bewaard worden voor het maken van offertes. En op een gegeven ogenblik, jaren na de oorlog, trok hij in de monsterkamer een la open en zag tot zijn grote verbazing een rol met Jodensterren liggen. Dit is de ster die vermoedelijk in het jaar 41, begin 42, door de Duitse verwalter in hun eigen fabriek gemaakt is, gebedrukt op bij hun geweven stoffen, geconfectioneerd en vanaf 3 mei 1942 moest elke Jood in Nederland, als hij op straat liep, een ster dragen. Hij moest vastgenaaid worden op het kledingstuk wat je buiten droeg. Het mocht niet met een veiligheidsspeld, het moest vastgenaaid zijn. En als je zonder ster op straat liep en een NSB'er of een Duitser merkte dat, werd je onmiddellijk afgevoerd naar een kamp. Alle Joodse bedrijven hadden vanaf eind 1940 een door de Duitsers aangestelde verwalter. Vaak was het ook een Duitser, maar hij hoefde niet per se een nazi te zijn. Je had ook goede verwalters die ervoor zorgden dat het personeel aan het werk bleef, dat ze dus voldoende opdrachten hadden, want als er geen werk was, zouden mannen vanaf 18 jaar naar Duitsland worden gestuurd om daar graafwerkzaamheden of in de oorlogsfabrieken te werken. Ik hoorde pas jaren later van Henk dat die sterren bij hun waren gedrukt. Maar ik herinner me nog wel dat je, dus dat is geweest eind april 1942, bericht kreeg dat je die sterren moest kopen. Je moest er 5 kopen. Ze kosten 4 cent per stuk. En je moest een textielbon inleveren. Ik kan me niet meer herinneren wanneer het precies was dat Henk mij vertelde dat die sterren in hun fabriek waren gedrukt. Maar ik weet wel dat hij er erg van onder de indruk was. Maar tenslotte kon hij er ook niks aan doen wat er gebeurde ten tijde dat de Van Gelderens niets meer te vertellen hadden over de fabriek. Ongeveer een half jaar voordat Henk overleed is de rol met de sterren die hij ter beschikking had gesteld van het Joodse Historisch Museum in Amsterdam nog een keer in Enschede geweest voor filmopnamen van RTV Oost. Er kwam toen een jonge dame met die rol uit Amsterdam. Die heb ik naar Henks huis gebracht. Henk was toen al blind. Hij voelde aan die rol. Wat iedere textielman doet als hij een monster in handen krijgt, dan voelt hij wat voor materiaal het is. En hij zegt, ja, dat zijn de sterren die tijdens onze afwezigheid in de fabriek gemaakt zijn. Vanaf mei 1942 moesten wij die ster dus dragen. In die tijd zat ik op het Joods Lyceum in Enschede aan de Lazondersingel, precies tegenover de ingang van het Rijksmuseum, in het huis van de Joodse familie Hedeman, die naar Amsterdam waren verhuisd en geprobeerd hebben naar Zwitserland te vluchten, wat overigens mislukt is. Ze zijn verraden. Ze zijn nooit in Zwitserland aangekomen en hebben de oorlog niet overleefd. Maar ik weet wel dat het niet leuk was dat je met die ster op straat moest lopen. Iedereen keek je natuurlijk aan. En
dat is geen prettig gevoel, maar je wist, je moest die ster op hebben om geen risico te lopen. Het Joods Lyceum heeft dankzij de medewerking van goede ambtenaren op het gemeentehuis van Enschede een jaar gefunctioneerd. Er was toen een inspecteur van het onderwijs, cellenraad, die ervoor zorgde dat schoolbanken en al het lesmateriaal in het gebouw aanwezig was. En wij zijn daar dus een jaar bezig gehouden. Want ook de Joodse leraren mochten niet meer op openbare scholen lesgeven. En die waren dus ook blij dat ze wat te doen hadden. Als ik terugkijk op die tijd, je was natuurlijk een kind, was het geen slechte periode. Er was een leuke sfeer op die school. Er werd veel georganiseerd. Ook in de vakantietijd, want je kon nergens naartoe. Je mocht niet reizen, alles was verboden. Je mocht niet in een park lopen, je mocht niet naar de bioscoop. Je mocht niks. Dus wij werden daar bezig gehouden. Hebben daar ook toneelstukjes opgevoerd. Er is zelfs een cabaret gemaakt in de zomermaand. En er is overigens ook een boekje over verschenen in het jaar 2000 over onze belevenissen op het Joods Lyceum in Enschede. Later bleek dominee Overduin, die dus zo'n geweldige rol gespeeld heeft in de onderduik van vele Joden, later bleek pas dat hij na de oorlog nog een jaar of 10 in datzelfde huis heeft gewoond. En hij hielp iedereen die hulp nodig had. Zelfs vlak na de oorlog NSB-kinderen waarvan de ouders waren opgepakt en die alleen thuis waren. Hij heeft Rudy Klomp nog bij hem in huis gehad. Zijn vader was een Nederlandse SS'er en zijn moeder was ook opgepakt, alhoewel ze niet nazistisch was. Dat kind woonde dus alleen thuis. Overduin heeft hem in huis genomen en hij heeft daar zeker nog een jaar bij Overduin, die zelf niet getrouwd was in die tijd en geen kinderen had, gewoond en verzorgd. Overduin was een man die iedereen hielp die in nood was. Hij heeft 3 keer gevangen gezeten, maar de Duitsers kregen geen grip op hem. En ze hebben hem uiteindelijk losgelaten. En toen hij wegging, zei hij tegen die Duitser: als u na de oorlog hulp nodig hebt, u hebt mij vriendelijk behandeld, dan zal ik u ook helpen als dat nodig is. Zo'n man was Overduin. Ik noemde al even de naam van dominee Leendert Overduin. In het jaar 2020 is een documentaire door Willy Berends over hem gemaakt, die overigens nog steeds te zien is op YouTube als je intoetst Leendert Overduin. Dominee Overduin heeft een zeer grote rol gespeeld bij de onderduik van Joden, samen met zijn zuster en een grote kring van vrijwilligers die ervoor zorgden dat we iedere maand bonnen kregen en voor mensen die financiële hulp nodig hadden om hun onderduikouders een vergoeding te betalen, zorgde Overduin voor het geld. Dat is in overigens op initiatief van Jan Herman van Heek van textielfabriek Richters Bleek geregeld. Die heeft in de oorlogsjaren een brief gestuurd aan al zijn Twentse collega textielfabrikanten en had een rekening geopend waarop zij geld gestort hebben om onderduikers, maar niet alleen Joden, maar ook later spoorwegmensen die door een staking in 1944 zonder inkomen en zonder geld kwamen te zitten, bij te staan. Daarnaast kwam er geld uit Amsterdam,
door een zekere bankier van Hal, die miljoenen onder het oog van de Duitsers verzameld heeft, dat gebruikt werd voor het steunen van onderduikers in het hele land. De zuster van dominee Overduin is vaak naar Amsterdam gereisd met de trein om geld te halen dat zij verborg in haar BH. Bundels bankbiljetten kon zij natuurlijk niet in een tasje meenemen, maar moest onzichtbaar gedragen worden en dat is altijd goed gegaan. Er is overigens ook een boek over het leven van dominee Overduin verschenen in het jaar 2000, maar een jaar of drie geleden is er een herdruk verschenen en die is te koop onder andere bij de winkels van Broekhuis in Enschede en andere zaken in Twente.